Ik ben tenminste niet koud en kil en berekenend. Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Ja, ja, zelfs in ons polderlandje kan het er in de politiek soms best heftig aan toegaan. Dat bleek deze week. Maar in de Tweede Kamer blijft het vaak bij een beschaafd scheldpartijtje over en weer. Voor massale vechtpartijen tussen politici moet je niet hier, maar in de buitenlandse politieke arena zijn. Welkom bij De Vijf met deze week spraakmakende politieke uitspraken, ruzies en vechtpartijen. En om er nou niet meteen helemaal van slag te brengen, beginnen we rustig met wat Haags gekissemis. Bijvoorbeeld tussen Bontes van de PVV en Osturk van DENK. Die is er op een gegeven moment helemaal klaar mee. En zeg dan... Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Wie ben jij? Via de voorzitter spreken. En we zitten hier niet in... Je moet eens goed nadenken wie jij vraag stelt. Wie ben jij nog wel? Wie ben jij om mij een loyaliteitsvraag te stellen? Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik er gaan wonen. Ik hou van lekker naar Turkije. En ik pik er niet meer. Ik pik het echt niet meer. Meneer Graus, meneer Graus. U had hem het woord moeten nemen, mevrouw de voorzitter. U ontneemt de gedupeerde het woord en u laat hem daar zitten lachen. Ik schors de vergadering. Dit is schandalig. Tot zover Dion Graus. En PVV-baas Wilders die kan er natuurlijk ook wat van. Meneer Van der Staaij, traditie of geen traditie? De minister is naar mijn ogen, doordat ze praat over een toekomstige christelijk-joodse islamitische traditie, knettergek geworden. Ik ga niet terugnemen, ik ga het nog herhalen. We verlaten even ons beschaafde kikkerlandje en nemen u mee op een gewelddadige politieke wereldreis. Laten we beginnen in Zuid-Korea. Dat sommige vechtsporten uit Azië komen, dat komt deze politici maar al te goed van pas. En van een Zuid-Koreaanse ippon gaan we naar een potje vrijworstelen in Nigeria. Meteen door naar een bokspartij in Turkije en een nog massalere bokspartij in Oekraïne. Om af te sluiten met wat rake klappen in het Indiaanse parlement. Ja, je vraagt je toch af, hoe kan het nou dat al die politici zo oververhit raken? Nou, misschien moeten ze even afkoelen bij een debatje op televisie. Ik zou zeggen, neem er rustig een glaasje water bij. Heren, heren, rustig aan. Maar ja, weet je, aan de andere kant een knokpartijtje hier en daar. Waar maken we ons eigenlijk druk om? Ach. Ja, wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. En voorzitter, ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee. Aan de andere kant van de Noordzee hebben politici soms ook moeite om zich in bedwang te houden. Gelukkig laat de voorzitter van het Britse Lagerhuis niet zomaar over zich heen lopen. Al kost het wel wat moeite om die koppige, mopperende politici in het gareel te krijgen. I say to the children's minister, try to calm down and behave like an adult. And if you can't, if it's beyond you, leave the chamber, get out, we'll manage without you. Hier heb ik niets meer aan toe te voegen, behalve politici gedraag je. Want voor je het weet, vind je jezelf terug in De Vijf. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.